bij het CEO-dinner van Webweek zit ik hier met Stef van der Ziel van Jetstream en ook de maker van Schuddemaar, de Bevings-app. Laten we even zien die app, hoe dat werkt. Kijk, we zitten hier naar het kijken, mijn iPhone, en als je hem trilt, zie je gewoon een beving. Hoeveel van die mensen lopen nu rond met deze app, Stef? We hebben 6000 mensen die app hebben geïnstalleerd. Okay, je hebt 60.000 nodig om overal in Groningen zeg maar, dat te zien. Ja, klopt. 60.000 of 40.000 vinden we ook al genoeg. Dan hebben we zoveel meetpunten om niet alleen de aardbeving totaal de omtrek daarvan te meten, maar ook hoe zo'n aardbeving door de provincie rolt als het ware. Ja, en dan kun je dus ook het oorspronkelijke punt bepalen en zo. En dat is meer dan die 250 meters van de NAM en van de TNO. Ja, klopt. Want wij hebben niet alleen een gebied wat we af hebben gedekt daarmee. Dat is een veel groter gebied wat we meten. En ook veel fijnmaziger. Het is ook weer een aardige manier. Je maakt van een bedreiging maak je een kracht. Gaat dit ook nog gebruikt worden in San Francisco? Ja, natuurlijk. Lijkt me geweldig. Ja. Dus dat wordt weer een innovatief product. Heb je al gewoon de metingen naast... We zitten eigenlijk te wachten op de eerste grote aardbeving... dat je ze naast de metingen van TNO kunt leggen. Ja, het is heel vervelend voor ons, maar er zijn bijna geen aardbevingen. Ja, jongens, ga allemaal die app installeren op www.bevingsmeter.nl. Ja, bevingmeter.nl. En de BV heet? Schuddemaar. Schuddemaar. En dat is toch mooi. Jeff is de grootste streamer ongeveer van Europa. En dan gaat hij zich nu bezighouden met earthquakes. Dat is innovatie uit Groningen.